Het doel van dit onderzoek is het begrijpen van de ruimtelijke eigenschappen van groepen of habitats in het voorspellen van de overlevingskans van populaties. De meeste dieren leven in een heterogene omgeving met een geschikt habitat. De meeste modellen gaan echter uit van een homogene omgeving. Dit is dus niet correct. In het model zijn een aantal eisen gesteld aan de patches. Er werden 5 patches gebruikt die allemaal min of meer gelijk zijn. De patches zijn wel of niet verbonden aan andere patches en deze verbindingen zijn van gelijke sterkte. Uit het model is gebleken dat de hoeveelheid verbindingen tussen patches een sterke invloed heeft op de overlevingskans van de populatie. Als een patch weinig tot geen verbindingen heeft, is de kans dat een bepaalde soort uitsterft groter. Als een patch veel verbindingen heeft, is de kans dus kleiner. Als er veel verbindingen zijn, is de uitwisseling van de genen ook groter. Daardoor ontstaat er een grotere genediversiteit. Dit is weer goed voor de overlevingskansen. Binnen een patch kunnen er op 2 manieren muizen bijkomen. Of door geboorte of door immigratie. Er zijn ook 2 manieren waarop de muizenpopulatie kleiner kan worden. Dit gebeurt door sterfte of door emigratie. De muizen willen zich hoe dan ook verspreiden. Als ze zich in een geïsoleerde patch bevinden, dan zullen ze het open veld intrekken, wat zal leiden tot sterfte. Als de patch niet geïsoleerd is, zal er emigratie optreden via de veilige verbindingen. In de praktijk kun je dit model op 3 manieren toepassen. Bij het bestrijden van een plaag of ziekte, bij het stimuleren van een soort en als laatste bij het in stand houden van een bedreigde diersoort. Bij het bestrijden van een ziekte of plaag is het belangrijk zoveel mogelijk verbindingen weg te halen, zodat de patch geïsoleerd wordt en de ziekte of plaag vanzelf verdwijnt. Bij het stimuleren van een soort moeten de patches goed onderling verbonden zijn. Bij het in stand houden van een bedreigde diersoort is het belangrijk dat er zoveel mogelijk verbindingen zijn naar geschikte habitats.